Van camperbouwfouten leer je natuurlijk. En zo worden wij ook steeds beter in het bouwen van een camper. Ik had voor de fietsen dus gewoon een goede opberging moeten verzinnen. Als je onze volledige camperbouwseries hebt gevolgd, dan heb je al waarschijnlijk heel wat fouten kunnen voorkomen. Hi en welkom terug bij ons YouTube kanaal. Je zou dus denken dat je in je derde camperbouw geen fouten meer maakt. Gelukkig zijn het niet dezelfde fouten als in de vorige aflevering. Maar het zijn er helaas wel een aantal, een stuk minder. Maar helaas, ik moet wel echt toegeven dat ik er toch een paar heb gemaakt. Zo kun je misschien al een beetje zien dat er daar in de wand er al eentje zit. Voordat ik je ga meenemen door de camperbouwfouten wil ik je even laten zien waar we staan. We staan namelijk op een fantastische plek in Griekenland. En je hoort het misschien op de achtergrond, maar het is langs een snelweg. En dan denk je, fantastische plek. Ik ga je even laten zien waarom. Zo staan we dus op een bedrijventerrein van een camperwinkel. En dat is net ten zuiden van Thessaloniki. Dus als je ooit met de camper helemaal naar beneden weet te rijden, naar Griekenland, dan kom je hier misschien wel langs. En dan is het misschien wel waard om hier een nachtje of twee te blijven slapen. Want je kunt hier dus gratis elektriciteit krijgen. Je kan je wc gratis dumpen. Je kunt naar de wc gaan. Je kunt je grijswater dumpen. En je staat ook nog eens veilig. Dus je kunt even helemaal opladen. Misschien wat dingetjes veranderen aan je camper. Want je hebt natuurlijk de camperwinkel dichtbij. Ze hebben zelfs een servicestation, dus als je met een probleem zit, dan kunnen ze dat ook voor je oplossen. Maakt dit gewoon een hele fijne stop. Wel dicht bij het vliegveld, dus je hoort 's nachts hoor je en de snelweg en de vliegtuigen. Dus qua stilte is het natuurlijk niet super, maar het is wel gewoon mega dat deze mensen dat hier allemaal voor niks aanbieden. Zo, dat was even een mini rondleiding. Als je dus hier in de buurt bent, grote kans dat je hier wel even stopt, want het is gewoon heel fijn om al deze services te hebben. En een camperwinkel, toppie. Het hek gaat wel dicht om 8 uur 's avonds, dus dan kan je er niet meer uit. En om 9 uur 's ochtends gaat hij weer open. Nou ja, ik hoef er in ieder geval niet uit rond die tijd. Maar het is wel even goed om te weten hè, dat je niet avondplannen hebt met de camper of laat aankomt, want dan kan je er niet in. Zo, gaan we verder met de video over onze camperbouwfouten in deze camper. En nou zijn het er in totaal 8, waarvan er 4 echte camperbouwfouten. Of in ieder geval zo schaal ik ze in. 4 echte camperbouwfouten en 4 verbeterpunten. Oké, verbeterpunt 1 is plamuur. Als je trouwens af en toe even wat hoort blazen, dan is dat hieronder in de elektrakast is dat de oplader voor de accu's, want we staan natuurlijk aan het stroom, dus die is nu aan het druppelladen en die moet af en toe even zichzelf koelen. Als je dus gaat plamuren in je zelfbouwcamper, en grote kans dat je dat gaat doen wanneer je de muren en dingen afwerkt met hout, dan wil je dat netjes opvullen, misschien wel met plamuur, dan krijg je een mooie afwerking. En dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. In een huis waar geen trillingen zijn, blijft dat natuurlijk helemaal netjes. Maar als je met de camper natuurlijk rijdt, dan trilt het en helemaal, het beweegt gewoon een beetje. Dus kan dat nog wel eens kapot scheuren. En hoe groter het gleuf is die je wilt opvullen, hoe eerder de kans dat dat kapot scheurt. Dus je moet dat zo minimaal mogelijk houden of een hele sterke verbinding ervan maken en dan pas opvullen, want dan scheurt het veel minder snel. Dus aan te raden is om alleen plamuur te gebruiken op het moment dat je een heel smal gleufje wilt opvullen, echt minimaal. Dat wist ik wel en dat heb ik ook gedaan, alleen misschien is die verbinding erachter niet altijd even solide geweest, waardoor het alsnog scheurt. En daar heb ik een paar plekjes van die ik je kan laten zien in de bus. Zo hebben we er hier één. Dit is de rand van de douchecabine met de PVC tegels. En nou kan ik dit denk ik vrij eenvoudig oplossen door dit even op te schuren en er een klein beetje kit tussen te doen en dan opnieuw te verven en te plamuren. Dan is dat helemaal netjes weer. Maar je ziet dat daar een kleine scheuring in zit en zo hebben we nog meer van dat soort plekjes. Deze is wat groter. Dit zijn twee losse platen. Dit is een plaat van 4,5 mm dik, multiplex. En hier eindigt die plaat. En hier begint de nieuwe. En dan zie je dat we dat hebben opgevuld. En dat is toch gaan scheuren. Ondanks dat hierachter een houten plaat zit die deze verbinding zo sterk mogelijk houdt, is het toch nog gaan scheuren. En zo hebben we dat bij het raam ook. Hier heb ik denk ik gewoon niet genoeg lijm achter gedaan, genoeg kit. En dat heb ik wel gaan plamuren. Dus dit hoekje hier, dat gaat dan scheuren. Nou is dat natuurlijk niet super erg. Maar ja, het is wel minder mooi. Dan zou je misschien denken, wat een gezeur van die vent over die scheurtjes in het hout. Ik ben gewoon Pietje precies, dus ik wil graag dat het goed is. Maar ja, ik stoor me er dus niet super erg aan, daarom is het ook een verbeterpuntje. En hoeft het ook niet gelijk opgelost te worden, want we kunnen er gewoon in leven in de bus, ondanks die scheurtjes. Komen we gelijk bij verbeterpunt nummer 2. En dat is, ja, de houten schootjes. En de houten schootjes, ik zou het zeker aanraden, want het is echt fantastisch, het ziet er mooi uit. Alleen als je ze dus één keer lakt, zoals we hier hebben gedaan, dan wil dat nog wel eens werken. Want hout, dat werkt. En helemaal bij temperatuursverschillen en aangezien je met je bus natuurlijk in alle condities rijdt, regen, zon, warm, koud, gaat dat natuurlijk ontzettend werken. En dan had ik je heel graag willen laten zien dat er hier onderin een hele grote spleet zat. Maar het heeft gisteren geregend en het werkt. Dus die spleet is helemaal verdwenen. Nou kan ik je wel laten zien dat dit stukje hout, die is erachter geschoten en is dus nu gaan werken, uit gaan zetten. En nu ligt dat erachter. En dat heeft denk ik met name te maken met dat we dus maar één keer hebben gelakt en het plafond twee keer hebben gelakt. Ik denk dat daarom deze iets meer werkt dan ik eigenlijk zou willen. Dus twee keer lakken, niet zuinig zijn. Omdat de pot op is, omdat je haast hebt. Gewoon houten schootjes, twee keer lakken. Want anders gaat het gewoon te veel werken en dan ga je je misschien wel aan storen. En de houten schootjes die werken dus ook zoveel dat als je een bocht maakt in het plafond en de verbinding is al wat moeilijker, dan kan het zoveel gaan werken dat ze eruit schieten. En dat is ook gebeurd. Nou is dit denk ik het maximale rond wat ik had kunnen doen. Alleen je ziet dat als het gaat werken, dan wil die er nog wel eens uitschieten. Dus dan zou ik hem toch even op een paar punten met een schroef nog extra vast moeten zetten. En dat terwijl aan de bovenkant deze schootjes twee keer zijn gelakt. En aan deze kant zijn ze drie keer gelakt. Oké, verbeterpunt 3. En dat heeft vooral te maken met het proces van het camperbouwen. De volgorde van de stappen die je allemaal moet maken. En welke stap je überhaupt moet maken. Je kunt daar natuurlijk ons gratis stappenplan voor raadplegen. En onze gratis camperbouwen checklist. Die vind je op onze website www.vrolijkopreis. Zo voorkom je natuurlijk de meest gemaakte fouten. En dat je een stap vergeet. En voor ons was dat het plakken van het vilt. Het aanbrengen van het naaldveld. Nou hebben we de wanden natuurlijk gewoon gedaan met hout, maar sommige delen wilden we met naaldveld plakken en dat hebben we eigenlijk te laat in het camperbouwproces gedaan, waardoor het plakken wat moeilijker ging omdat sommige delen al aangebracht waren, zoals het plafond. Nou is dat hier hartstikke mooi gelukt, want zoals je kan zien zit dat best netjes en geeft dat een hele mooie afwerking. Alleen voorin, in de cabine, bovenin, dat zwart, dat wilden we ook bekleden met naaldvilt. Maar we hadden de douche al gebouwd. En die douche stond natuurlijk vlak voor die cabine, waardoor we er niet meer makkelijk bij kunnen. En dat zwarte is dus Armaflex isolatiemateriaal. En daar gaan we dus nu geen naaldvuld meer op plakken, omdat we er gewoon moeilijk bij kunnen. Nou hebben we superveel naaldvuld over, dus dat had makkelijk gekund als we het eerder hadden gedaan in het bouwproces. Dus een fout die jij makkelijk kan voorkomen als je onze gratis checklist of ons stappenplan gebruikt. Zijn we al bij verbeterpunt 4 en hierna gaan we dus naar de echte camperbouwfouten. En dat is de positie van de gaskookplaat. We zijn super tevreden over de plek ervan, want dan kunnen we lekker naar buiten kijken op het moment dat we aan het koken zijn. En ook hieronder zit de wasbak met de kraan. En het was voor ons gewoon heel logisch om niet een gaskookplaat direct naast het bed te hebben. Dus wat dat betreft zijn we mega tevreden. Dit is dus de positie van onze gaskookplaat. Hij zit zo ver mogelijk naar links. Je ziet het, hij zit aan de linkerkant van deze lades. En hier begint dat schuine hoek. Dus hieronder zit hout en daar kan die gaskookplaat niet in. We kunnen hem zo plaatsen in de lengte, omdat we een werkblad hebben van 58 centimeter diep. Als je een Sprinter of een Crafter of iets dergelijks hebt die wat smaller zijn, dan zal je waarschijnlijk kiezen voor een keuken die wat minder diep is, omdat je dan gewoon meer loopruimte wilt. Wij wilden graag een diepe keuken en omdat we een Fiat Ducato hebben, of ja, als je een Jumper hebt of een Boxer, dan kan je dus een wat diepere keuken maken zonder dat dat heel veel uitmaakt voor je loopruimte. Maakt natuurlijk wel uit. Maar we hebben nog steeds genoeg loopruimte. Alleen één nadeel aan deze plek van de gaskookplaat is als je de deur open hebt. Nou. Hebben we nu niet het allermooiste uitzicht. Maar dan zorgt dat als de deur open staat, dat er wind komt. En wind zorgt ervoor dat de hitte van de vlam een beetje verdwijnt en niet goed de pan verhit, waardoor het koken heel lang duurt. Dus eigenlijk moet je hier iets van een opstaand randje hebben om dan die wind tegen te gaan. Nou is een heel klein opstaand randje niet genoeg. Dus heb je echt iets hogers nodig. Nou, dat vind ik niet mooi hier. En nou kwamen we gelukkig twee Nederlanders tegen die super lief waren. En dat zijn Jesse en Mark. Die hadden de bus van Amber gekocht. Dat is een super mooie zelfbouwcamper. En die hadden ook de gaskookplaat aan deze kant. En wij zeiden van, hoe doe je dat dan met de wind? Want de wind zorgt ervoor dat je hitte van de vlam verdwijnt. En die hadden een opstaand randje gekocht bij een camperwinkel. En die wilden ze aan ons geven. Dat was dus echt mega lief. En gelukkig hebben ze hier ook niet. Dus het komt echt super goed uit. En dat zorgt er dus voor dat de hitte van de vlam wel goed blijft. Waardoor je dus kan koken met uitzicht. Volgens mij een hele simpele oplossing om ook hier de hitte tegen te houden. Zodat het niet tegen het hout komt. Nou hadden we daar sowieso niet heel veel last van. Daar hebben we wel wat waarschuwingen over gekregen. Maar het hout gaat niet in de fik vliegen als daar je gaskookplaat is. En natuurlijk moet je niet je camper verlaten als je hier iets op het vuur hebt staan. Maar dan moet je denk ik sowieso nooit doen. Toch is het wel fijn dat deze plaat nu ook dat deel iets meer beschermt. En dan gaan we nu naar de echte camperbouwfouten. Oké, camperbouwfout 1. En dat is een ladegeleider met een push to close. En het idee was natuurlijk dat als je hem indrukt en hij schiet in zijn slot, dat dat dicht blijft tijdens het rijden. Maar dat is natuurlijk gewoon gemaakt voor een normale keuken en niet voor een camperkeuken waarbij er krachten op dat sluitsysteem komt te staan. En dat sluitsysteem, ik denk dat die misschien hooguit 5 kilo kan dragen, want als je het kan zien, deze dus, daar is die, werkt super als je stilstaat en er geen krachten op komen te staan. Want als er iets van kracht op komt te staan, want ik trek er nu gewoon even simpel aan, dan is die al open. Dus dat werkt niet in een camper. En dat moet dus opgelost worden, want wat we nu doen is een touwtje over deze heen. En dan over deze knop heen. En dat touwtje houdt dan deze lade dicht. Dat touwtje elke keer knopen voordat je gaat rijden, dat is echt wel een frustratie. Dus dat kan veel beter. En nou kwamen we weer lieve mensen tegen. Anke kwam met een magneet aan. En dat magneetje, dat had ze aan ons gegeven. Die ga ik dus nu hier ertussen plaatsen. En die houdt het dan op zijn plek. Oef, ik heb het inmiddels warm gekregen, petje af, shirt had ik net ook even uit, maar dat ga ik je nu even besparen natuurlijk. Hij zit erop, of die sterk genoeg is, ik moet gaan opschieten want Bianca heeft lekker de lunch klaar. Of die sterk genoeg is, ik betwijfel het nog, maar hij is wel een stuk zwaarder en hij sluit nu mooi aan. Daar zit hij aan de andere kant vast. En die twee die komen dan precies tegen elkaar als je hem dicht doet. Volgens Bianca heb ik dus geen gaatje nodig hier, want we kunnen hem via de zijkant hier open tikken. En het is misschien ook wel even goed om te wachten met dat gaatje, want voor hetzelfde geld als we zo meteen een stuk hebben gereden, is die magneet niet sterk genoeg en heb ik een gaatje in de voorkant gemaakt. En dat zou zonde zijn. We zullen sowieso voor het einde van de video laten zien hoe het werkt. Sowieso even laten zien of het werkt tijdens het rijden en of die dicht blijft. Maar nu op naar de volgende camperbouwfout. Zo, buikje weer gevuld. Ik ben gelijk weer een stukje vrolijker. Leven is gestegen met een paar punten. Ben ik gelijk ook weer een stukje aardiger tegen Bianca. Daarom voedt ze me altijd zo goed. Maar je moet nu wel wegwezen hier zo, want we gaan camperbouwfout 2 aanpakken. Camperbouwfout 2, en die ga je natuurlijk wel herkennen, want die was in de vorige video en misschien nog wel in een video eerder ook al een keer benoemd. En dat zijn de twee grote lades van de keuken. Deze onderste twee, die en die. Dat sluitsysteem, dat hadden we bedacht voor, kijk hier zit die, voor zo als we dan draaien hieraan. Nou, dat werkt inderdaad super bij die smalle lades. Want hier is de arm van het metalen pinnetje niet zo lang, waardoor die de lade prima kan tegenhouden. Ook is het een ondiepe lade, dus daardoor, kijk, blijft hij wel gewoon goed op zijn plek. Nou was dat dus niet het geval bij deze la. Deze pin hier, hoppa, die was gewoon weg te lang. Dus ik ga hier iets van een beugeltje omheen maken. En dan heeft hij meer stevigheid. En dan blijft hij wel op zijn plek zitten. Hopelijk. We gaan eerst dat beugeltje een soort van fabriceren. En dat doen we dan voor beide lades. En dan moeten we gewoon een testrit gaan doen. En kijken of het dicht blijft. Nou, die zijn gemaakt. Ik had natuurlijk een spijkermat bij me, omdat ik dit probleem al had voorzien. Of in ieder geval, ik had via YouTube al te horen gekregen dat dit een probleem zou gaan opleveren. En hij gaat dus nu open en dicht op de manier hoe ik wil. Dit is de spijkermat. 2 schroefjes, heel eenvoudig. Het zou nog wat mooier kunnen. En als we dan de lade dicht doen en we draaien eraan, dan blijft hij dicht. Dus hij moet natuurlijk nog even de rijtest doorstaan, maar ik denk dat hij dat wel gaat doen. Dus nu op naar de volgende camperbouwfout. En dat is de verlichting van hier boven mij, van boven de keuken. We hebben namelijk deze 3 verlichtingsknopjes bij de binnenkomst, dus die is voor buiten, voor de entree en voor de douche. En dan hebben we ook nog het touchpaneel om dan de lampen hier binnen te dimmen. En die zit heel handig hier zo. Nou, werkt die heel fijn, want aan, uit, en we kunnen hem ook hiermee dimmen hoe we willen. Nou, is dat super. De locatie van deze lichtschakelaar is gewoon niet top. Dat heb je waarschijnlijk al gezien toen Bianca dat zei in de camper rondleiding video, dat die nogal eens de gewoonte heeft om er tegenaan te zitten. Dan geef ik haar, dan geef ik haar geen ongelijk, want het is ook als je hem al heel lichtjes aanraakt dat hij al aan en uitschiet. Dus als je gewoon hier zit te werken, dan wil je je elleboog nog wel eens omhoog en omlaag doen. Dan raak je hem ook al lichtjes aan en dan schiet hij ook aan en uit. Dus die locatie daar had eigenlijk hier zo gemoeten. Dan had het helemaal geen probleem geweest. Dus ja, dat is wel weer een camperbouwfout die we hadden kunnen voorkomen. En irritatie. Ja, en dus een grote irritatie. We zijn een flinke schoonmaak aan het doen. Want Bianca, de ouders die komen morgen. Hoog bezoek. Hoog bezoek. Dus alles schoon. Dus dat wordt helemaal een tip-top campertje. En dus daarom ook dat we die camperbouwfouten zoveel mogelijk aan het oplossen zijn. Gaat goed? Ja, gaat goed. Voor de laatste camperbouwfout moeten we naar achter naar de garage. En dat is dat ik niet goed rekening heb gehouden met de lengte van de fietsen. De fietsen zijn namelijk mijn fiets, die van Bianca niet, maar mijn mountainbike die is 1,44 lang zonder zijn voorwiel. En de garage heb ik 1,40 gemaakt. Dus 4 centimeter te kort, waardoor de fietsjes schuin moeten. Had natuurlijk mooi geweest als die gewoon recht had gekund. Als ik nu bij de barbecue wil, moet ik de fietsen opzij halen. Het is allemaal net even wat moeilijker om erin te zetten. Dan kunnen de wielen wel mooi hier aan de zijkant. Maar het is niet ideaal. De hoogte, daar had ik wel rekening mee gehouden. Maar de diepte, daar ging ik eigenlijk vanuit dat ik dat wel zou redden. Ik ben wel mega tevreden met één grote garage achterin. Waardoor deze ruimte gewoon multifunctioneel is. Dus ja, dat is eigenlijk net als de nummer 1 camperbouwfout die we hadden in onze vorige bus. Wat ik zei in de vorige video ook. Dus goede opberging. Dus het is niet per se voor de schoenen. Ik had voor de fietsen, had ik dus gewoon een goede opberging moeten verzinnen. Ik had het van tevoren goed op moeten meten. Dan had het waarschijnlijk net precies gepast. Nou heb ik dat natuurlijk wel gedaan bij heel veel spullen. Maar bij de fietsen dus helaas niet. En daarom staat het er zo bij. Geen ramp. Maar in een volgende camper zou ik er dus wel voor zorgen dat ik net even die 4 centimeter extra wil. Voordat we de video natuurlijk even afsluiten, ga ik je natuurlijk laten zien of we de camperbouwfouten, of we die hebben opgelost. En dat die de rijtest volstaan. Hopelijk vond je het leuk om onze camperbouwfouten te zien van onze derde camper alweer. Zo ja, abonneer je even met de rode abonneerknop hieronder. Een thumbs up zou ook mega tof zijn, want dat wordt gewaardeerd. Want dan help je ons een beetje met ons YouTube kanaal groeien. Er komt een bocht. Auto's. Ja. Ja, tot nu toe houdt het goed. Komt een bocht aan. Daar gaan we. Blijft zitten? Ja, helemaal top. Toppie, toppie. Lekker. Rijtest doorstaan. Heel blij.